De Totnes-kolonie is gisteren het meldpunt voor kinderbescherming in gebruik genomen. Het meldpunt is het resultaat van het beleid van het ministerie van Justitie en Politie om kinderen landelijk optimaal te beschermen. Volgens justitieminister Jennifer van Dijk-Silos is de tegenstand heel heftig geweest toen ze aangaf kindermisbruik in Apura en Brokopondo met wortel en tak te zullen uitroeien. Apura beschikt sinds kort over haar eigen meldpunt kinderbescherming, terwijl in Brokopondo de bewindsvrouwen naar eigen zeggen veel tegenstand kreeg van DC Yvonne Pinas. De DC was de mening toegedaan dat er geen sprake is van kindermisbruik in Brokopondo. Maar, zegt Van Dijk-Silos resoluut, Brokopondo wordt alsnog meegenomen in het landelijk project kinderbescherming. In Apura gaat het om een pilotproject en zullen de positieve bevindingen die eind september beschikbaar zijn, ook in de pilot van Coroni worden meegenomen. Om continue handhaving te hebben, het zijn geen showprojecten, het zijn deadly serious projecten. Wanneer we praten over mensenrechten, en wanneer mensenrechtenbureau onder justitie valt, dan hebben we het ook over kinderrechten. En dat we met name als het om Juspol gaat, over de handhaving en de bescherming van die kinderrechten. En als we weten dat kinderen doodgeslagen worden tegen een muur, baby's als ze te hard huilen tegen een muur, gesmeten worden, fracturen krijgen, als baby's seksueel misbruikt worden of via de mond of via hun bil, en open scheuren, ik zeg het echt wat er gebeurt. En kinderen, zoals we in die sketch hebben gezien, aangezet worden tot prostitutie. Wie je lichaam verkoopt voor geld, dan is het een geld of in natura, een belkaart of een cellulair, is een commerciële sekswerker. En ouders maken dat van kinderen. DC Wit Prakash Julum Singh is heel blij dat kindermisbruik ook in Coroni wordt aangepakt. De eerste keer dat hij hierover hoorde was bij een winkel in het Kokosdistrict toen aan hem werd verteld dat volwassenen tegen een belkaart seks hadden met minderjarigen. Sinds toen ging het balletje rollen bij hem en werd hij ook geconfronteerd met deze situatie in Apura. Daar hadden de organisatoren van een misverkiezing met minderjarige meisjes niet eens door dat ze met een bikinironde een strafbaar feit begingen. De DC denkt zelfs dat het kindermisbruikprobleem in Coroni groter is. Gadawan Sabi, wie daarachter staat, niemand staat daarachter. Maar op een gegeven moment ben ik die dag ervoor hier en de volgende dag zo zijn, minister. En weet u waar u echt over had gestruikeld? Niet lang terug had Kabalebo een misverkiezing. U hebt ook ermee bemoeid, ik weet het. En een van de zaken die weggelaten moest worden, was de bikinironde. Waar je kan jonge meisjes van 14, gomit 17 jaar, niet in bikini laten lopen, dan ga jij als volwassene, ik zal die term niet gebruiken, daar zitten en kijken. En die dame van de organisatie kwam op de koop, dus precies daar vloog alle haren van me recht. Dat die mensen eigenlijk daarvoor komen, daar die drukte eigenlijk, dat is heel dat ding. En dat het al 24 jaar zo gaande was, wel, ik zal u behoeden wat ik gezegd heb. Maar in nette woorden heb ik, om samen te vatten, zeg maar, wel, als je nog een keer doet, gaat die 24 jaar in één keer afgehaald worden, dan ga je wel de bak in. Wit Prakash Julum Singh, DC van Coroni. Hij sprak gisteren in verband met de opening van een meldpunt voor kinderbescherming. Het derde pilotproject aanpak kindermisbruik zal binnenkort van start gaan in Paramaribo en wel in het gebied Latour. De data van de drie pilotprojecten Coroni, Apura en Latour zal worden gebruikt om het landelijk project kindermisbruik aan te pakken.